welkom. We zijn hier bij Düsseldorp Motorraad in Alkmaar. Ik sta hier met Peter, sales manager. Ja, officieel. Ja, precies. We gaan vandaag wat vertellen over de systemen die je tegenwoordig allemaal op een motorfiets kan bestellen. Sommige zitten standaard en sommige systemen zitten niet op alle motorfietsen. En er komen nog nieuwe systemen aan. Laten we het maar eens afkicken. Ja. Waar staan we bij? Wat is dit? We staan bij de nieuwe R1250 GS, dan de gewone GS, niet Adventure uitvoering, maar de gewone, maar dan de 40 jaar uitvoering. Dat houdt in met optie 719, zo mooi als het heet. Daar kan ik zo een klein stukje over vertellen. Het is een nieuw model, hij is net uit. De grootste updates die zijn vooral dat hij 7 rijmodussen heeft gekregen. Dus nog meer rijmodussen dan dat we al hadden. Want zo meteen even over hebben. Ja. Een adaptieve koplamp, nou, dat kennen we natuurlijk vanuit de auto's. BMW had dat al, maar heeft het nu ook voor de GS ontwikkeld. Even kijken, ja, nieuwe kleurstellingen. Lekker retro. Ja, lekker retro, terug naar de jaren 80. En eindelijk buddy seat verwarming. Die was er nog niet. Okay. Je kon hem wel hier en daar, lieten mensen erop bouwen, maar het was nog niet officieel als optie van fabriek af. Dus daarmee bedoel je voor de passagier? Of ja, voor de passagier en voor de duo. Okay. En waar die voorheen 2 standen had, is er nu 5 standen gekomen. Want verwarming voor de bibs. Voor de bibs, die had je al wel bij scooters, maar nog niet bij motorfietsen. Dus. Ja, bij motorfietsen had je hem al wel, maar niet voor de GS. Ah, oké. Okay. Dus dat is nieuw. En we staan bij GS, want GS is uiteindelijk hetgeen wat jullie dagelijks het meest verkopen, toch? Het is een van de hot items van BMW. Ja. GS, Gelände, Strassen, zo mooi als dat heet. Het is Gelände en Strassen. Ja, mooi. Dat is mooi. Als we deze dan even beetpakken, wat zit hier dan op aan systemen die je 10, 15 jaar geleden niet had? Oh jeetje, ABS toen al wel. Nou, laten we even eerst voor veiligheid kijken. Veiligheid, nou ja, dan hebben we, ABS was natuurlijk, moet ik even zoeken, de K1, 1988 van BMW, daar was de eerste. Daar had je nog een hele basic ABS, dus die voelde net als in de auto goed, die voelde je goed resoneren. En die werkte op voor of achter? Achter, altijd op 2 wielen. Ja. Je kan hem met de rijmodus wel vrij schakelen naar achter, maar dat is dan een ander verhaal erin. Dus dat was het eerste, later kregen we traction control, bandenspanningscontrole. Dat zijn de dingen die we tegenwoordig allemaal zo terugvinden al op de motorfiets. Ja. Dus dat qua veiligheidssystemen. En dan in combinatie met de elektronische vering, die zeker op wat hobbelige wegen, die zeker meewerken in de veiligheid, omdat die je motor gewoon stabieler houdt. Ja. Want het is toch zo dat elke motorfiets die nu verkocht wordt, die moet sowieso een ABS remsysteem hebben? ABS? Ja, ABS is verplicht. Ja, dat is gewoon verplicht, hè? Ik weet niet meer exact welk jaar. Dat moet maar goed, ik ook niet. Zover gaat mijn geschiedenis. Dat soort dingen onthoud ik dan weer niet. Maar het is, ze zijn gewoon heel veilig geworden. Ja, ja. Maar dan heb je ABS en dan heb je waar het begon. En dan heb je nu weer de nieuwe generatie ABS. Ja, het is steeds verfijner. Je hoort over cornering ABS, je hoort over ABS Pro. Wat de motor waar jij mee hebt gereden, die had je in een dynamic modus. Dat je hem zelf zo kon zetten dat je achter geen ABS meer hebt, wel het voorwiel. Ja. Dus dat je een lichte slide kan genereren. Maar als je die noodstop moet maken, dat het wel kan. Je hebt enduro ABS, dus dat je tegenwoordig al op het voorwiel gewoon kan remmen in het onverharde. Dat blijft toch raar voor mensen die veel offroad rijden. En die blijven toch ook bij het oude vertrouwde gewoon achterremmen. Dat je wel de slip houdt. Ja. Maar het is er allemaal wel. Cornering ABS inderdaad. Dat je hem gewoon in de bocht. Voorheen, als je remt met een motor, dan kom je overeind. En nu kan je hem in principe plat houden en hem helemaal wegremmen. Dus dat kan. En dan kan iedereen direct mee rijden? Theoretisch kan het. Alleen je hebt natuurlijk het product en dan heb je de bereider. En die maken altijd nog het verschil. Ja, precies. Iedereen rijdt anders. En gevoelsmatig iets nieuws, dan moet je altijd aan wennen. Ja. Dat is iets dat soms is het handig om daar een training of een cursus in te nemen. Om gewoon weer verder door te ontwikkelen in je rijgedrag. Zelfs als bij auto's. Want dat ABS, om het even af te maken op dat onderwerp, dat is uitschakelbaar eigenlijk bij jullie bij de Adventure-modellen, denk ik? Nee, alle modellen. Theoretisch is het bij alle modellen met rijmodusie is het ABS gedeeltelijk uitschakelbaar. Ja. Dus behalve dan de GS-modellen, die ook offroad aspiraties hebben, daar kan je hem helemaal uitzetten. Ja. Omdat daar theoretisch, daar wil je soms echt helemaal gewoon de rem zelf kunnen controleren en wat je bijna alles op het achterwiel doet. Ja. Dus en op het circuit natuurlijk, sorry. Ja. S1000 RR, die vergeet ik. Ja, precies. die kan ook uitgeschakeld worden. Ja. Ja. Aan de veiligheidskant, natuurlijk aan de ene kant heb je zorgen dat bij remmen alles onder controle blijft. Aan de andere kant, het vermogen loopt ook op. En zeker ook het koppel bij je. Zeker. Dan heb je natuurlijk het tractiecontrole verhaal. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Ja, het tractiecontrole die is, eigenlijk kan je dan beter beginnen bij de rijmodussen. Mm-hmm. Een BMW motorfiets die heeft verschillende rijmodussen. Standaard altijd rein en rood. Daarmee wat doet hij dan? De gasafgifte en ABS en traction control worden daarin aangepast. Dus in regenmodus komt hij er sneller in rood minder snel. En dan kan je optioneel bij de meeste motorfietsen Dynamic en eventueel Dynamic Pro. En dan heb je nog Enduro voor de
enduro-achtige motorfietsen. En een Enduro Pro. Okay. En tegenwoordig ook nog Economy Motor bij, ja. de nieuwe. En in elke modus denkt de gasafgifte en de ABS mee. Dus hoe hoger je komt, hoe meer slip die toelaat. Ja. En dat is gewoon mooi. Dus iemand die echt heel fanatiek rijdt, die kan ook een lichte drift creëren op een gegeven moment. Terwijl die gewoon traction control en ABS heeft aanstaan. Ja. Geldt ook voor eventueel een wheelie. Oké, okay. En uiteindelijk, want dit zijn allemaal tegenwoordig ride-by-wire, is ja, het hè? Ja. Dus als jij aan de gashendel draait, dan gaat er iets elektronisch in plaats van dat een hevel wordt opengetrokken. Ja. Dus het regelen daarvan, de tractiecontrole, dat gebeurt ook tegenwoordig allemaal elektronisch. Elektronisch. Ja, het zit gewoon achter inderdaad. Ja. Het is gewoon de gasafgifte. Je hebt hem in regenmodus, je rijdt. En je drukt hem al verder tijdens het rijden, kan je hem in een modus verder zetten. Je doet heel even je gashendel dicht, trekt je koppeling in en hij zet hem gelijk in de volgende rijmodus. En je kan weer door. Ja. Dus dat, of op het moment dat je stopt, dan schiet hij door. Ja. Ja. Als je nou kijkt naar zo'n... deze is volledig gespekt misschien, deze motorfiets. Ja, deze is ongeveer, zo goed als alles. Een enkele optie niet, maar... Je kiest een 1250 GS, een R1250 GS uit. En wat zit er dan standaard op en wat... Dan kan je overwegen om erbij te pakken aan systemen? Ja, je hebt standaard dan twee rijmodussen bij de GS. Nog eentje meer als ik het goed zeg. Natuurlijk ABS, traction control, handvatverwarming, TFT-scherm. Dat zijn heel veel opties die al standaard zijn. Het varieert echt per type. Dus we moeten altijd... Ja. Het is heel moeilijk om uit de kleinere variant hebben iets minder. Maar we zien gewoon naar bepaalde types. Als je een nieuwe RT pakt, die heeft al een hele waslijst gewoon standaard erop zitten. En dan biedt BMW, net als bij een automerk, de mogelijkheid om opties eventueel van fabriek af te bestellen. Ja. En bij elk ander motortype is dat merk is dat niet zo. Daar komt de motor gewoon uit het krat en heb je twee varianten en that's it. Ja. En dan moet je alles achteraf erop schroeven. Maar qua elektronica kan je hem zelf samenstellen. Dus het gebeurt inderdaad dat iemand hem met de basis neemt. Ja, want, dat is grappig dat je dat zegt, want ik vroeg me dat ook af. Ik kan me voorstellen dat over het algemeen mensen motorzaken een motor verkopen uit voorraad. Of in ieder geval, er komt een bestelling. Ja. En wil je een rode, wil je een zwarte? Ja. Maar goed, als je zoveel opties hebt in de configurator. Ja. En je wil inderdaad precies, je ziet zoals in Duitsland bij auto's. Je denkt, mensen hebben tuinstoelen, maar wel de rest allemaal aangevinkt. Ja. Hoe gaat het bij jullie? Want iemand bestelt iets bijzonders. Hè? Want jullie, ik neem aan, je bestelt iets van voorraad. Die denkt, dit gaan mensen waarschijnlijk bestellen. Ja. Ze werkt het bij motors en bij autozaken. Zeker. Maar iemand wil wat anders. Hoe lang duurt dat dan? Of wordt dat speciaal gemaakt? Elke maand bestel je als dealer bestel je gewoon motorfietsen. Ja. En je hebt lopende productienummers. Dus bestelt iemand er van scratch. Die zegt, joh, ik wil hem zo hebben en alleen maar twee opties erop. Ja. Dan duurt het 3 maanden. Ja. Maar dan is van bestelling tot aan levering. Ja. Maar je hebt ook lopende productienummers. Die kan je aanpassen in de productieplaatsen, zeg maar. Ja, zo die moet dan je zien. Gaat vullen. Okay, en dan kunnen we gewoon de opties aanpassen. Ja. Kijk, in de regel gaan ze vaak wel bijna met alles erop. Maar dat heet begeerd, hè? Ja, dat is hobby toch? Of niet? Dat is een stukje creëren van wat iemand wil. Ja. En door het ook in de showroom neer te zetten, zie je vaak als het staat dat mensen het... Ja, dat snap ik ook wel. En dit is natuurlijk het grootste gros wat motorrijdt is nog steeds hobby. Ja. Dus dat... Precies. Ja. Gaan we even terug naar... Veiligheidssystemen. Veiligheidssystemen. Ja, we dwalen. Wat opvalt is, ik heb nu ook weer inderdaad een GS van BMW Nederland mee. Waar ook weer het e-call systeem op zit. Ja. Wat is dat? SMS-knop. SOS-knop. Ik zei sms'en. Ja. Dat is bij Impact... Dus als je met je motor, net zoals in de auto, ergens tegenaan rijdt... of je gaat in dit geval onderuit, belt hij vanzelf in. Hij pijlt zichzelf uit op dat moment. Wordt dus in de simkaart, in de SOS-knop, dan wordt hij actief. Dus dat is dus in een speakertje en een microfoontje in. En hij belt gelijk in. Carkit? Helaas niet. Ja, maar op één persoon die carkit, ja. Nee, dus dat is de mogelijkheid. Valt je motor heel rustig om, dan gaat hij na 30 seconden pas af. Okay. Dus zet je hem in het gras en hij zakt heel rustig om. En hij komt onder een bepaalde hellingsgroep en hij legt hem neer. Dan doet hij 30 seconden over, hoor je het ook, dat hij aan het inbellen is. Ja. Je kan hem altijd annuleren. Ja. En je hebt natuurlijk de mogelijkheid op het moment dat je met mensen rijdt... en die hebben dat niet, maar er gebeurt wel een ongeval. Dat is wat we niet willen, maar dan kan je hem zelf indrukken en dan krijg je iemand. Ja. Dus als je naar Assen rijdt en je gaat naar de race kijken en je zet hem niet goed weg... En dan belt hij... Als hij terug en dan staat hij gewoon weer recht. Helaas was het maar zo, ja. Nee, ja, het werkt wel goed. Dus helaas zijn er natuurlijk praktijkvoorbeelden. Ja. En het voordeel van ook is dat mensen daardoor gewoon wel heel... snel hulpdiensten plekken waren. En dit is, meen ik, alweer verplicht bij auto's, maar bij motorfietsen nog niet? Nee, nog niet. Ik weet het niet van andere merken. Dan moet je ondernemen. Ik denk dat BMW wel een van de eerste is die dat nu doorvoert op de motorfiets. Het is een optie. Het is een optie. €382. Ja. En er zitten geen teleservices bij, wat je in bepaalde landen hebt. Kunnen mensen zeggen, dat is relatief prijzig, maar dat denk ik van niet. Voor een stukje veiligheid. Ja. Weet je, ik denk dat...
Precies. Je hoeft er niet op te nemen. Nee, als je erop moet zitten. Ja. Ja. Oké. Springen we even naar comfort, tenminste. Ja, hè, en dan ga jij natuurlijk zeggen, ja, maar heel veel dingen die jou comfort geven, dat is ook veilig. Nee, dat valt wel mee. Nee, maar de comfortverhogende zaken, dat is ook al een aardig lijstje ondertussen. Ik vind zelf, en dat noem ik hem zelf gelijk eventjes, ik ben met de auto een enorme cruise control rijder. Ja. Zo blij mee. Ja. En ook dat het door een simpele switch, zeg maar, dat je hem aanzet en dat je hem dan kan. Ja. Andere merken moet je hem wel eens activeren en dan gaat hij knipperen. En dan, maar goed, oké. Okay, top. Maar dat is super fijn. Maar nu komt er, want we hebben zelf een bericht over geschreven, Active Cruise Control. Ja, een adaptieve cruise control. De eerste, de R1250 RT, die komt nu op de markt en die heeft inderdaad een actief cruise control. Dus die gaat in dat afstand houden met zijn voorganger, meeremmen en dat soort dingen. Dat is wel heel uitgebreid getest. Ja. Misschien heb je de filmpjes op YouTube wel eens gezien van BMW. Die motorfiets had ontwikkeld die helemaal zelfstandig kon rijden. En dat was ook voor hem aan te geven voor de veiligheidssystemen. Ja. En ze zeggen ook, we gaan niet de zelfstandig rijdende motor ontwikkelen. Maar wel om dit soort producten te kunnen erop te kunnen ontwikkelen. En het is gewoon een stukje veiligheid. Ja. En ik ben ook heel benieuwd. Ik heb er natuurlijk nog niet mee gereden. Nee. Ik kan niet wachten. Dus. En, want dat wordt natuurlijk de vraag van de meeste kopers. Komt ook op de GS? Dat weet ik niet. Nee. En als ik het wist, dan kon ik het niet vertellen. Nee. Ik verwacht hem nu op de RT. BMW heeft nog niks gezegd, maar als ik logisch kijk, zal de K1600 GT de opvolger daar ook in zijn. Ja. Als je kijkt een beetje wat de ontwikkelingen zijn van de modellen. Ja. En dan uiteindelijk zal het ook wel vast een keer op de op een GS. Misschien komen andere kanten, ik weet niet, in het enduro rijden, zie jij het gebeuren? Nee. Maar ja, goed, dit is een enduro fiets, maar ik ben ook heel blij met de handvatverwarming. Ja, buddy seats warm. Heb je als gereden dan of niet met buddy seats warm? Wel op de BMW motorscooter. Oh ja, ja, dat is top. Dus dat wel. Ja. Want ja, inderdaad, als je gaat kijken, handvatverwarming, buddy seat verwarming. Ja. Ja, dat is wel briljant natuurlijk. Ja, dat is super. En dan tegenwoordig die jasjes die mensen ook nog vaak aandoet, die je gewoon kan inpluggen tegenwoordig op 12 volt aansluitingen. Ja. Dat je gewoon nog een keer verwarmd bent. Ja, dat is wel super, die combi. Moet je in de zomer al wel eentje hebben dadelijk om je te koelen? Ja. Misschien krijgen we nog stoelkoeling, net als bij de auto's, weet je wel. Ja, precies. Maar goed, even eentje die tussenin zit. Ja. En eentje waar ik niet... Ja, goed, misschien moet je het me eens uitleggen. Ja. Quickshifter. Ja. Dus de schakelassistent, de BMW schakelassistent. Ik, vorig jaar hadden we een F850 GS en dit jaar hadden we een F900 XR. Ik ging hem pas gebruiken vanaf derde versnelling, derde naar de vierde. Ja. Is dat logisch? Nee, je kan hem al eerder gebruiken. Leg even uit. Ja, quickshift is gewoon schakelen zonder te koppelen, zoals we dat noemen. Dat zie je gewoon. Heel veel dingen komen natuurlijk voort uit de racerij. En quickshift er ook. Dat kon je vroeger al opbouwen op supersports. En nu zie je tegenwoordig dat BMW het gewoon aanbiedt op de motor. En het is inderdaad opschakelen, dus je geeft gewoon gas. Je kan hem gewoon door. Ja. Duwen gewoon naar de volgende versnelling. Hoef je de koppeling te maken. Op het moment dat je hem gaat gebruiken, dan overroel je hem ook gelijk. Dat voel je dan. Ja. En dan ga je klassiek schakelen. Ja. Wat ik vooral het mooie voordeel eraan vind, het opschakelen kan inderdaad van 1 naar 2 naar 3. Je ziet vaak wel dat mensen van 1 naar 2 de koppeling gebruiken. Als je rustig rijdt, trek je van de tiek op, kan je hem gelijk doorschakelen. Ja. Inderdaad, hogere versnellingen gaat hij helemaal soepel. Ja. En op het moment dat je je gas dichtdraait, dan kan je gewoon terugschakelen. Dan geeft hij zelf een vorm van tussengas. Dat hoor je ook. Trek twee kanten op. Ja, en vooral dat terugschakelen, op bochten aanrijden. Je bent sneller klaar, want dat is belangrijk bij motorrijden, dat je klaar bent. In de juiste versnelling zit om die bocht in te gaan. Heb je met de auto's natuurlijk ook als je sportief aan het rijden bent. Ja. Maar dan sta je nog op vier wielen. Ja. En met twee wielen moet je echt klaar zijn voor die bocht. Want anders wapper je gewoon naar buiten. Dus dat is wel belangrijk. En dat is gewoon super mooi. En daardoor ben je sneller. Dat merk je als mensen achter je rijden op een oudere type motor. En die moeten koppeling gebruiken. Zie je gewoon op de bochten dat je gewoon sneller gaat. Ja. Al ben je niet eens een onwijze coureur, zeg maar zeggen. Weet je, dat hoeft niet. Maar het is gewoon heel fijn. Maar goed, hoe vlotter je rijdt, hoe meer het systeem zijn waarde bewijst. Ja, en je kan je nog meer bezig zijn met gewoon met rijden. Je bent minder bezig met handelen en je bent meer bezig lekker met het sturen. Ja. Wat het leukste is. Nu is het wel mooi dat alles erop zit natuurlijk. En mensen laten zich verleiden. Maar, in de koffie om alles aan te vinken. Maar waar zijn mensen nou, jouw klanten, waar zijn ze nou het meest blij mee? Waar zeggen mensen van, nou, als dat er niet op zit op die occasion die jij ook hebt staan, dan kies ik toch een andere. Nou, het is wel leuk wat we net hadden. Quickshifter, dat is voor veel mensen. Dan zie je ook wel dat vaak achteraf opgebouwd wordt. Het is wel een vraag die we vaak krijgen of het erop kan of niet. Want dat kan dus. Verschillende modellen wel. We moeten altijd op chassis nemen, moeten we kijken of het mogelijk is. Ja. Afhankelijk van type, bouwjaar, of het erop opgezet kan worden. Ja. En dat is dan te programmeren en dan komt dat speciaal tussen het pookje erin zitten. Dus dat kan. En dan zijn je veel verkocht wordt, En is het al zo dat jij zegt van, als iemand iets komt inruilen hier, want mensen, ik weet hoe GS-rijden zijn, dus die zien dit en denken, oké, leuk, ik heb er eentje van 2019, maar die gaat eruit, want ik moet deze hebben. Ja. En dan zeg jij,
had jij nou vorig jaar maar die optie aan, of dat pakket? Nee, daar heb ik veel vraag naar. Ja, is dat zo? Nou, zo ben ik niet, laat ik het zo zeggen. Ik wil me daar graag in onderscheiden. Ik ben niet de persoon die gaat lopen vallen over opties en dat soort dingen. Het is altijd een keuze die iemand zelf doet. Ja. Hij had flauw gezegd, we hebben ook allemaal een andere partner. Ik hoor altijd discussies van mensen met een Porsche die zeggen, er moest wel een dak in, er moest geen dak in. Maar dat is een keuze, dat maakt het verschil. Ja. En daardoor is het juist zo mooi dat je hem helemaal kan individualiseren. Dus niet bij de verkoper, de wederverkoop. Dus als jij hebt staan dan... ESA bijvoorbeeld, die elektronische vering, is wel een dingetje. Dat kan wel echt een verschil maken voor iemand. Want we hebben het er niet over gehad. En zeggen, misschien een van de belangrijkste dingen wel. En eigenlijk wel, electronic suspension adjustment, om het zo mooi te zeggen. En de nieuwste variant ervan, die houdt zichzelf ook helemaal stabiel. Dus je hoeft niet meer in te stellen dat je met twee personen of met koffers erop gaat. Je stapt op, hij zet hem eigenlijk op de juiste hoogte zelf. Ja. Dat houdt hij zelf bij. En dat is mooi. En ook op de rijmodus past hij zich aan. Dus ook al heb je hem in een rustige rijmodus en ga je in één keer op het gas, rem je hem aan, dan zal je voelen dat je... Want wat doet het systeem? De in- en de uitgaande demming. Dan moet ik dat altijd... Er zullen vast mensen zijn die ik het niet helemaal goed zeg, maar nou ja, in principe houdt hij gewoon volledig bij je rijgedrag. Dus wat het doet is gewoon, hij past zich aan, constant. En je kan hem van tevoren instellen op rood of dynamisch. Nou, dynamisch zegt dat is de meest sportieve variant. En bij de GS heb je ook nog een enduro variant. Die eventueel, daar kan je hem in de maximale en soft modus zetten. Soft modus, dan krijg je toch een meer deining. En maximale, dan zet hij hem helemaal uit, echt voor het enduro rijden. Ja. In principe zet je hem op rood of dynamisch, dat is voldoende. Ja. Dus als je hem uitzet, gaat hij ook weer aan als je morgen weer gaat rijden? Of? Ja, en ESA staat altijd aan. Okay. He, waar je nog wel met de knop zo'n stretch control echt gewoon handmatig uit kan zetten, is dat gewoon altijd aan. Ja. Ja. Ja, want er zijn best wel dingen op je stuurhelften, of op je stuur waar je mee bezig kan zijn tijdens het rijden natuurlijk. Ja. Ja. Dus wat kan je daarover vertellen? Op het stuur? Ja, jeetje. We hebben genoeg erop zitten natuurlijk. Inderdaad, de cruise control, wat natuurlijk fantastisch is. En wat ook mooi is, in ieder geval de cruise control. We hebben dagrijverlichting tegenwoordig, volledig LED. Ik zag al in de video dat hier uiteindelijk ook de knop komt van verder en dichterbij, hè, voor echte cruise control. Ja, dat klopt. Bij die RT inderdaad. Ja, ja. Ja, en dat grote beeldscherm nu. 10-inch beeldscherm bij die RT. Dat is echt wel ook heel gaaf. Verstralers. De twee knoppen hier zijn de bediening voor de TFT-scherm. Mm-hmm. Waar je veel in kan instellen. Ja. Wat zich makkelijk laat leiden. Mensen vinden het soms lastig in eerste instantie. Maar het blijkt als ik ze ga uitleggen dat ze na 5 minuten wel te pakken hebben hoe het allemaal werkt. Ja, en dan is het zelfs een tablet. Je moet er even mee werken. En met die draaiding ook, hè? Dat is je kan er links en rechts mee. En je kan naar boven en dan door het menu. Een soort van muis. Ja. Ja, en dan heb je ook nog de app waarmee je kan pairen. Waarmee, dat kunnen we zo nog even laten zien op een beeldscherm. Ja. Dat je kan navigeren of met je benen in Navigator. De SOS-knop, de rijmodussen. En hier zit de knop dat je kan kiezen naar verwarming. Dus je drukt hem en dan ga je kiezen in de... Leuk al die systemen natuurlijk, maar als jij voor de eerste beurt komt of voor de tiende beurt, hè, je hebt heel veel rijders. Ja. Heeft dat impact op de kosten van het onderhoud? Of hoe moet dat zien? Elektronica theoretisch heeft nooit kosten op het onderhoud. Je blijft altijd voor het mechanische. Oliefilter, bougies, luchtfilters, dat soort dingen, dat hou je altijd. Hetzelfde als bij een auto. Voor de rest wat mooiste elektronica, dat zie je in de auto's al, gaat op een gegeven moment bijhouden. Het rijgedrag, waarbij sommige mensen langer kunnen doen over een beurt. Bij een motorfiets is het gewoon of 10.000 kilometer bij BMW motoren of 1 keer per jaar. Ja. En dan is het handig. En rijden mensen echt heel weinig, wordt advies vaak gedaan, alleen een oliewisseltje en dan that's it. Ja. En dan ga je door. En afhankelijk van... rijgedrag. Er zijn mensen die rijden maar 2.000, 3.000 per jaar. Je hebt natuurlijk ook mensen die zijn echt toerrijders. Die rijden 30.000, 40.000 per jaar. Die heb je ook. Ja. Oké, dus al met al zit er best heel veel aan die motorfiets. Ja. En waar ik dan wel benieuwd naar ben. Ik bedoel, jij levert nu een GS af. Ja. Hoeveel meer tijd ben jij kwijt om het allemaal uit te leggen? Nee, ik plan altijd een uur. Sowieso van aflevering. Je moet altijd tijd nemen voor klant. Maar sommige mensen rijden er al mee. Dus, maar in de regel, je legt de basis uit. Wat ik vaak tegen mensen zeg. Ga rijden. Ja. En kom bij de 1000 beurt, joh, geef gewoon aan. Gaan we nog even een kwartiertje op de motor zitten, doen we het samen en dan lopen we nog de dingen heen. Maar het ligt altijd aan de interesse. Ja. Mensen die veel met pc's werken en dat soort dingen, die gewend zijn om dingen uit te zoeken, die vinden het vaak zelf uit. Ja, sommigen die moet je iets meer opgeven. Ja. Er zijn ongetwijfeld mensen die bij de 1000 kilometer beurt terugkomen en dat die nog steeds dezelfde stand staat waar jij hem hebt gezet. Ja, sommige mensen, ik had het laatste nog een GS, die reed al heel lang in zijn enduro-modus op zijn ESA. Dat was de oude variant op de meest uitgerekte stand, dus dat was mooi. Dus je ziet de gekste dingen. Oké, top. Nou, hartstikke bedankt voor je informatie. Graag gedaan. Leuk verhaal om even te horen. Als je het een leuke video hebt gevonden, natuurlijk even abonneren, likes. Laat eronder weten wat je ervan vond. Heb je nog vragen? Laat het allemaal maar weten.